Voor wat betreft het nationaal traject zijn er twee aspecten. Enerzijds de herstructurering van de overheidsfinanciën en anderzijds de hervorming van de economie. De overheidsfinanciën moeten worden geherstructureerd. De weg naar meer geld lenen, voorzitter, het zorgeloos laten oplopen van de staatsschuld, de burgers in nog meer armoede helpen en brengen, het doorschuiven van de problemen leidt ertoe dat burgers zoet worden gehouden en verwachtingen worden gecreëerd, terwijl de teleurstelling van grote armoede dan enorm hard aankomt voor de burgers. Dat beleid is voor deze regering, voorzitter, geen optie.